heel goed nadenken met je team. Wat is ons gezamenlijke doel? Waar werken wij aan? Zodat je het eens bent daarover. En het kan best zo zijn, en dat zie je dan ook gebeuren in teamsamenstelling. Zodra je aan de slag gaat met het vaststellen van dat doel, van die bestemming, van hetgene waarvoor je met z'n allen aan de slag bent. Op het moment dat je daarmee aan de slag gaat, zie je in heel veel gelegenheden dat het dan even spannend wordt. Want als je gaat bespreken, wat is jouw ideaal beeld van een vakantie? Zegt de een, nou dat is een zomervakantie met een lekker strand en eigenlijk helemaal niks doen. En dan komt de ander in hetzelfde team die zegt van ja, maar dat vind ik helemaal niks. Ik wil wat anders. En dan krijgen we ruzie. Tenminste, zo voelt dat. Dan heb je oneenigheid, dan ben je het oneens over de koers waar je heen wil. En die oneenigheid vinden wij, tenminste de meeste mensen vinden die oneenigheid niet fijn. Vooral als je een club hebt met veel mensen die erg graag die harmonie willen bereiken. Wat dan nog alles een keertje plaatsvindt, is dat dan genegeerd wordt dat daar onvrede is. Of, en dat kan de andere kant zijn, is dat de onvrede wel benoemd wordt, maar dat men het niet durft of niet weet hoe je dat aan moet pakken, omdat men zich niet bewust is van het feit dat die onvrede komt omdat je een ander beeld bij het doel hebt. Nou, ga je aan het begin van een traject, van een teamsamenstelling, en in eerste instantie nog eens even met elkaar kijken van waar staan wij nu, dan zie je dat een paar stappen verder in dat team, dat je nogal snel geconfronteerd wordt met een hoop conflicten. En Tuckman die heeft dat weer gezet, dat neergezet in een schema van teamontwikkeling, dat een team eigenlijk altijd begint eerst met een vorming fase. Er wordt een team geformeerd, er wordt een paar leuke mensen bij elkaar gezet of een paar slimme mensen. En dat is dan ineens het team wat ergens aan moet gaan werken. En dan vervolgens heb je de stormingfase. En dat is de fase waarin je elkaar gaat leren kennen. Waarin je gaat ontdekken. En jij hebt een rapport met 9 voor rekenen en een 4 voor taal. En jij hebt een 9 voor taal en een 6 voor rekenen. En als je dat van elkaar gaat ontdekken, dan ga je ook zeg maar met elkaar een beetje in conflict komen. Want je snapt niet dat die ander dat niet goed kan. En die ander snapt dat van jou niet. En de kans dat je dan naar elkaar gaat kijken vanuit een iets wat verwijtende sfeer. Oftewel, je maakt de verschillen duidelijk. Vervolgens komt het gesprek over waar gaan we naartoe? Hoe gaat dat doel eruit zien? En ook daar blijk je ineens allemaal andere beelden van te hebben. Kortom, herrie in de tent. En 9 van de 10 keer is het op dat moment niet zo leuk. Krijg je spanning in het team? Want iedereen is eigenlijk nog af te wachten. Kan ik die ander wel vertrouwen? En de ander heeft hetzelfde. En je pakt heel makkelijk terug op je eigen stokpaardjes. Wat Tuckman daarin beschreven heeft, is dus zeg maar dat je de vormingfase hebt, omdat je die stormingfase krijgt. En die stormingfase is echt een fase waar je doorheen moet met het team. En als je die overslaat, en dat gebeurt nogal vaak, dat er gezegd wordt, ja, maar we willen geen ruzie. We willen het niet oneens zijn. Nee, maar als je het niet eerst oneens bent, kan je niet de volgende stap maken dat je naar de norming toe gaat. En dat is de volgende fase in de Tuckman teamfases. De normingfase, dan wordt de norm gesteld en dan wordt er gezegd van oké, dan gaan we dus dit met elkaar doen. Zo voorzien we dat en op deze manier gaan we samenwerken. En zo doen we recht aan de behoefte van het teamdoel. En daar ontstaat dan ook vaak nog wel eens een beetje frictie. Dat je kan zeggen van nou, ik ben bezig in die stormingfase en ik ontdek daar dat het teamdoel onvoldoende aansluit op mijn persoonlijke doelen. En dan kan je 2 dingen doen. Dan kan je zwaar in de weerstand gaan zitten. Nee, je kan 3 dingen doen. Je kan zwaar in de weerstand gaan zitten. Dan dien je het teamdoel niet. Maar je dient ook jouw eigen doel niet. Je kan ook nog een andere ding doen. Dus zeggen van, ik stap uit het team.
En dat vind ik een hele legitieme op het moment dat het teamdoel ver buiten jouw eigen grenzen en mogelijkheden ligt. En je kan ook zeggen, weet je wat ik doe? We agree to disagree, zoals dat wel eens zo mooi gezegd wordt. Ik ga gewoon wel mee met het team. En ik accepteer dat we aan iets gaan werken waar ik in eerste instantie niet voor 100% achter kon staan. Maar ik kies er nu wel voor. En dat moet dan wel echt een keuze zijn. Ik kies ervoor om me daaraan te conformeren en daarin mee te gaan. En zodra je die keuze maakt, voor jezelf, diep van binnen, zeg van oké, ik spreek nu gewoon af, dan valt ook de weerstand weg en dan kan je weer werken aan iets waar je naartoe gaat. Nou, dan heb je dus de normingfase. Die normingfase, daar wordt een norm gesteld, daar worden de afspraken gemaakt en die worden concreet gemaakt. En als dat gebeurd is, dan moet het nog een beetje ingeregeld worden. Die normingfase duurt ook nog wel. En dan ga je uiteindelijk naar de performingfase. En dan kan je als team gaan vliegen. Dan kan je vleugels krijgen. En hoe heftiger je door die stormingfase heen gegaan bent, hoe scherper daar de dingen neergezet zijn, hoe eenvoudiger het wordt. Want alles wat het vliegen in de weg kan staan, kan in die stormingfase eruit gehaald zijn. Nou, wat je heel vaak ziet gebeuren, want dit is de leuke theorie. In de theorie gaat hij echt stapgewijs vervormen, bestormen, benormen en we performen. In de praktijk is het anders. De praktijk wijst vaak uit dat je begint met vormen, dan ga je stormen, dan ga je normen, dan ga je performen. En tijdens het performen kom je erachter dat je onvoldoende gestormd hebt. Of dat er in het vormingsproces nog iets niet helemaal optimaal geweest is. Dus je maakt nog alles een keer een loopje in die cycli. En zodra je gevoelsmatig zegt, ons team stokt, ons team is niet automatisch aan het vliegen, doe je er verstandig aan om eens in dezelfde tijd te zeggen, jongens, we komen nu bij elkaar en we gaan eens even zitten om met elkaar de basis nog eens een keer door te nemen. Doe je dat vanuit vertrouwen en als leidinggevende heb je daar een hele belangrijke rol in. Doe je dat vanuit vertrouwen. Geef je mensen het vertrouwen dat ze mogen zeggen wat ze te zeggen hebben. Dat ze het oneens mogen zijn, maar dat ze wel op een gegeven moment moeten kiezen. En dat is best een lastige. Want veel mensen voelen op het moment dat ze zeggen van nou, ik ben het oneens, maar ik moet daarna kiezen. Voelen dat als, ik mag het niet oneens zijn. En je mag het best oneens zijn. Dat is een vaardigheid die je als leidinggevende jezelf echt eigen moet maken. Dat je mensen het vertrouwen moet kunnen geven. En dat je ook echt naar ze luistert. En op het moment dat ze het oneens zijn met dingen, dat je zegt, oké, ik snap dat jij het oneens bent hiermee. Ik kan me dat helemaal voorstellen. Moet je dan ook wel echt voor gaan stellen. Hè? Niet alleen maar zeggen als je hem geleerd hebt vanuit uit de lessen, ik snap het, zonder dat je het daadwerkelijk snapt. Dat werkt bij een bepaalde doelgroep, werkt dat wel, maar op het moment dat je met zeg maar high performing professionals te maken hebt, die accepteren over het algemeen niet als je onecht bent. Dus die cyclus die gaat een aantal keren heen en weer. Die vormingfase, de stormingfase, de normingfase en de performingfase. En als je die performingfase, als je dat een tijdje volhoudt en je blijft eigenlijk constant met die verbeterloop aan de slag, dan ga je op een gegeven moment naar een high performing team. En dat is een team waarin je daadwerkelijk al die negens benut die je in je team aanwezig hebt. En die heb je altijd. En dat mensen ook het meeste bezig zijn, het meeste van hun tijd bezig zijn met het inbrengen van datgene waar hun beste kwaliteit ligt. En als daar ook nog eens een keer de waardering voor gekregen wordt en je ziet als team dat je met elkaar zoveel verder aan het komen bent, dan accepteer je ook veel beter dat een teamgenoot bepaalde dingen niet goed doet en gewoon niet zo goed kan. Want je weet, een ander kan dat wel en je vertrouwt er dan ook op dat een ander dat oppakt. Nou, vertrouwen is daar dus een hele belangrijke in. Ik hoop dat dit verhaal over de teamfases van Tuckman, dat jou een beetje helpt om minder bang te zijn
voor het conflict. Om dat conflict niet uit de weg te gaan, maar dat conflict met open vizier in te gaan. En ook te zien dat dat erbij hoort om tot die topprestaties te komen. En als je dat conflict stelselmatig uit de weg gaat, dan blijft het conflict toch hangen. En als het conflict onder de waterlinie zit, dus hij is niet uitgesproken, dan krijg je op allerlei andere vlakken dat er frictie, wrijving ontstaat. En dat is echt destructief voor de kwaliteit van een goed team.